Hoe snel kun je bewegen in Minecraft? Als je de game veel te veel speelt, dan heb je dat waarschijnlijk wel eens afgevraagd. Waarschijnlijk dacht je 100 blokken per seconde, misschien 1000. Wat dacht je van oneindig? Jup, oneindig is het antwoord. Maar ik ga te snel voor mezelf. Dus laten we beginnen bij het begin. Lopen. Lopen is met 4,5 blokken per seconde een van de slowste manieren om te bewegen in Minecraft. Wat dacht je van sprinten? Sprinten is met 5,6 blokken per seconde 1,1 keer sneller dan lopen. Maar er is nog meer. Sprintjumpen. Waarschijnlijk ken je dit door Dream, maar sprintjummen is sneller dan normaal sprinten, namelijk 7,2 blokken per seconde. Maar qua voetenwerk is dat wel een beetje. We zullen iets anders moeten gebruiken. Op maart 2013 kwam er een nieuwe update aan. De Redstone update. En dus ook gelijk de Minecart update. Normaal gesproken, als je alleen maar op W drukt in een Minecart, ga je 1,5 blokken per seconde. Niet zo snel dus. Als je naar beneden rijdt met een Minecart, gaat het al een stuk sneller. Maar nog steeds niet optimaal. Als je hier ook nog eens powered rails bij toevoegt, is dit 7,9 blokken per seconde. Maar we kunnen sneller. Je kent vast wel de Nether. Ja, de onderwereld van Minecraft. Met al die enge mobs op die rode woestijn kan ik me als gisteren en herinneren dat ik er niet heen durfde in survival. Maar de blazes en wither skeletons zijn niet het enige unieke aan de Nether. Elke 8 blokken in de overworld is namelijk 1 blok in de Nether. Dat betekent dat je automatisch 8 keer zo snel gaat in de Nether als in de overworld. Nu gaan we met diezelfde minecart 64 blokken per seconde. Maar dat is het dan wel weer met minecarts. We zullen een andere manier voor transportatie nodig hebben, willen we sneller gaan. Boten. Over land gaan ze 2,1 blokken per seconde. En over water gaan ze 8,4 blokken per seconde. Maar wist je dat er nog een manier is om met boten te manoeuvreren? IJs. Jup, boten in Minecraft gaan sneller over ijs dan op water. Op normaal ijs gaan ze 24 blokken per seconde. Op compact ijs gaan ze 23 blokken per seconde. En het snelste is blauw ijs, waarmee ze 45 blokken per seconde gaan. Maar dat is het nog niet. Want verrassend genoeg kan je ook ijs plaatsen in de Nether. Dat betekent dat het nieuwe record 360 blokken per seconde is. Maar we moeten nog sneller. Laten we even een paar stappen teruggaan naar het moment waar de boot nog op water vaart. Nou, laten we uit de boot stappen en gaan zwemmen. Normaal zwemmen gaat 4 blokken per seconde. En met Depth Strider 3 boots ga je 6 blokken per seconde. Met de potion effect dat Dolphin Grace heeft, ga je 50 blokken per seconde. Maar er is nog een manier om nog sneller te gaan. In de 1.16 update voegt de Mojang namelijk een nieuwe enchantment toe aan het spel. Deze enchantment heet Soul Speed. Zorg ervoor dat je sneller gaat op Soul Sand. Dus als je zwemt met Depth Strider 3 boots, Soul Speed 3 boots en Speed 2 potions, Dolphin's Grace effect en een vloer volledig gemaakt van Soul Sand, ga je te snel voor Minecraft om de chunks te renderen. Hier is een clip daarvan. Maar dat moet toch het einde zijn? I mean, je kan niet sneller gaan dan Minecraft de wereld rendert. Toch? 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 Enderpearls. Enderpearls waren gereleased in Minecraft 1.0 samen met de Ender Dragon en lost het probleem op dat we hebben met de render distance. Want enderpearls kunnen teleporteren zonder dat de chunk geladen is. Als je gewoon een enderpearl gooit, gaat het met 20 blokken per seconde nog redelijk snel, als het totaal niet fuel efficient. De enderpearl gaat alleen nog sneller als je het afvuurt met een explosie van bijvoorbeeld een bed in de end. Hier is een clip daarvan. Of een TNT. Nu weet je dit misschien niet, maar je kan behoorlijk wat TNT tegelijkertijd afvuren. Ik presenteer
de Enderpearl kennen. Oftewel, de Enderkin. Je schiet een Enderpearl naar boven. Alle movement van de Enderpearl wordt gecanceld, behalve de eias. De Enderpearl wordt naar boven gehezen door slime blocks. Hierboven verzamelen 1040 TNT. En dan na ongeveer 5 seconden van server lag. Je Enderpearl vliegt nu met 18.000 blokken per seconde de lucht in. Als de ESMC2-theorie van Einstein klopt, dan gaat de tijd nu voor jou bijna 3 keer zo langzaam als de tijd voor de rest van de wereld. Maar het is zeg maar Minecraft. De 100 blokken die eerder 23 seconden kost om te lopen, kost nu 0,6 milliseconden. Dat betekent dat je in een paar seconden 88.000 blokken van je originele positie bent. Stop, we kunnen nog sneller. Dit apparaat heeft namelijk verschillende standen. Dit was stand 1. Stand 2 is in de Nether. Want weet je nog dat de Nether 8 keer zo snel gaat als normaal? Nou, dat geldt dus ook voor de Enderken. In plaats van 88.000 blokken, ga je nu 700.000 blokken in een paar seconden. Maar er is meer. Kijk, dit is 1040 TNT, omdat de server niet meer aan kan. Maar met een betere server kun je natuurlijk meer TNT laten exploderen, waardoor je nog sneller kan gaan. Enzovoort. Tot oneindig. Wat betekent dat je theoretisch gezien oneindig snel kan bewegen in Minecraft. Maar voordat deze video eindigt, bedankt voor alle support de laatste tijd. 150 subs klinkt niks, maar het betekent enorm veel voor me. And remember, like and subscribe!